Goeiemôre en baie welkom bij ons opnamedienst. Voordat ons daarbij kom, net een aankondiging. Hierdie week is die hoogtepunt van ons aan die bergfeest. Drie facette. Die eerste een is saterdagochtend, ons kermis op die kerkterrein, so van 9 uur af. Die tweede een is sondagochtend, ons nachtmaal. Ook daarna nooi ons julle hartlik uit. En die derde een is ons lentefeest, of ons kan het ook maar noemen ons dankfeest, wat ons afsluit. Ook daarvoor vraag ons julle ondersteuning. Kom ons raak stil en ons praat met die Here in hierdie gebed. Here, dit is vir ons een voorreg om u teenwoordigheid op te zoeken, om in hierdie gebed stil te word en op u te focussen en met u te praat. En die ene kant wil ons u kom loof en prijs, want u is ons Here en Verloser. Ons wil u grootheid kom besing. Aan die andere kant wil ons dankie sê. Dankie vir dagelikse lewe wat u met ons is, wat u vir ons sorg. Dankie dat het goed gaan met ons. En selfs as dit minder goed gaan, dat ons steeds weet dat u sorg. Maar ons wil ook vra Here, dat ons nou u woord oopmaak en daaruit lees, dat ons dit sal hoor, dat ons het sal verstaan, en dat dit voor ons die richting sal aandui, wat ons elke dag als u kinders kan stap. Want ons wil, Here, als u kinders en als u kerk vir u leef, wil u dan vanochtend voor ons toerus. Amen. Ons gaan saam lees uit Lukas 21 vanaf vers 5. Nou die Lukas evangelie is soos Handelinge deur Lukas geskryf, en in vandagse termen sou ons kon sê, hy was een medische dokter. Lukas en Handelinge maak saam bykans een kwart van die Nieuwe Testament uit. In die Lukas verhaal word geskryf oor Jesus' lewe op aarde en Handelinge gaan weer oor die vroege kerk. Nou Lukas skryf albei hierdie boeke aan Theophilus. Blykbaar 'n gesiene persoon, want hy spreek hom aan as hooggeagte. Nou die evangelie is so in die laat 80 tot 90 na Christus geskryf, en om dit in context te plaas, dit is met andere woorden jonger as al die briewe van Paulus. Kom ons lees hoofstuk 21 vanaf vers 5. Terwyl sommige praat oor die tempelterrein, oor die mooie stene en die gewyde geskenke waarmee dit versier is, het Jesus gesê, dit wat julle hier sien, daar sal daar kom wanneer nie een klip op een ander gelaat word nie. Alles sal afgebreek word. Hulle het om toe gevra, Meester, wanneer sal hierdie dinge dan gebeur? En wat is die tekens wat sal aandui wanneer dit gaan gebeur? Hy het geantwoord, pas op dat julle nie mislei word nie, want daar sal baie mense in my naam na vore tree en sê, dit is ek. Of, die tyd is op hande, moet nie achter hulle aanloop nie. Wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moet nie vrees bevangen raak nie, want hierdie dinge moet eers gebeur, maar dit sal nie onmiddellik die einde wees nie. Verder het hy ook vir hulle gesê, een nasie sal teen een ander nasie optrek, en een koninkryk teen een ander koninkryk. Daar sal hewige aardbevings wees, en op een plek na die ander sal daar hongersnood en epidemies uitbreek. Daar sal groot en skrikwekkende tekens uit die hemel kom. Maar voor al hierdie dinge oor julle kom, sal hulle julle gevangen neem en julle vervolg. Hulle sal julle aan die sinagoges oorlewer en in die tronke opsluit. Hulle sal julle voor konings en prokurators sleep ter wille van my naam. Dit sal vir julle een geleentheid wees om te getuig. Neem julle dan voor om nie vooraf na te dink oor julle verdediging nie, want ek sal julle die woorde en die wysheid gee, wat nie een van julle teenstanders sal kan weerstaan of weerlê nie. Julle sal selfs deur julle ouers, broers en familie en vriende uitgelewer word, en hulle sal sommige van julle doodmaak. Julle sal ook deur almal gehaat word ter wille van my naam. Daar sal beslis geen haar van julle koppe val nie.
red jullie levens door te volhard. Dit is niet zo makkelijk om voorspellings te maken. Nie. Heel wat mensen, ek is zeker ook ons allemaal, het al slecht op ons neus gekyk als gevolg van voorspellings. Hier is een paar interessante voorspellings wat al in die verlede gemaakt is en wat totaal verkeerd bewys is in later jaren. Thomas Watson, die voorzitter van IBM, het in 1943 voorspel, ek dink daar is een wereldmark vir miskien 5 rekenaars. Popular Mechanics het in 1949 voorspel, een calculator bevat 18.000 vacuumbuise en weeg 30 ton. Maar in die toekomst zal rekenaar slechts 1000 zulke buise bevat en 1,5 ton weeg. Een uitvinder met die naam van Lee de Forest het voorspel, alhoewel een televisiestel theoretisch en technisch moontlik is, zal dit commercieel en financieel niet haalbaar wees nie. Die Decca Recording Company het een groot fout gemaakt toe hulle voorspel het, ons hou nie van hulle muziek en klank nie, en gitaarmuziek is in elk geval bezig om te verdwijnen. Dit was hulle voorspelling in 1962, rakende een muziekgroep van Liverpool met die naam van die Beatles. In Lukas 21 maak Jesus 3 voorspellings wat vir die disciples en sy volgelinge net so onmoontlik moes geklink het, soos hierdie voorbeelde wat ek genoem het. Die eerste voorspelling voorspel Jesus dat die tempel afgebreek sou word. Jesus' precieze voorspelling was dat geen 2 klippe op mekaar sou bly nie. Hy het hierdie voorspelling gemaak net nadat die disciples die pracht en die praal van die tempel uitgelig het. Die tempel wat hier ter sprake is, is die tempel wat in die Nehemiase tyd na die terugkeer uit die ballingskap gebouw is. Dit was een ongelooflike gebouw wat uitgetoring het bokant Jerusalem, selfs tot 400 voet hoog. Tussen die 4 mure was dit 45 akker groot, en 250.000 mense kon binnen in die gebouw wees. Die kleinste klippe in die structuur het 2 tot 3 ton geweeg, en die grootste is 50 ton. Hulle was met geen bouwmateriaal aan mekaar geheg nie. Hulle gewig het gemaakt dat die gebouw stevig was. Moeilik om te dink dat Jesus kon voorspel dat hierdie gebouw en klippe afgebreek sou word. Nou, daar is een verdere rede waarom dit vir die Jode van destijds onmoontlik sou klink. Aan die een kant het hulle die tempel gesien as die bewys van Godse teenwoordigheid by hulle. Die afbreek van die tempel sou beteken dat God nie meer teenwoordig is by hulle nie. En dit was ondenkbaar. In hulle gedagtes was dit net nie moontlik nie. Aan die andere kant het hulle gedink dat God nie sou toelaat dat sy huis, hierdie majestueuse gebouw, afgebreek sou word nie. Die tempel as Godse huis was vir hulle as het ware die waarborg dat het met hulle sou goed gaan. Hulle het hulle sekuriteit gebouw op die tempel. Niemand wys vir Jesus tereg in hulle oë oor hierdie absurde voorspelling nie. Hulle vra net uit oor die tekens wat sal dui op hierdie gebeure. En daarna kom Jesus met sy tweede voorspelling. Dit is die voorspelling dat hulle nog baie sal ly. Die feit dat hulle aan hom verbind is, sal maak dat hulle gevange geneem en vervolg sou word. Hulle sou voor konings en gouverneurs moet verskyn. Dit sou so erg wees dat hulle ouers en broers, familie en vrienden mekaar sou verraai. Hulle sal gehaat word. Hulle sou selfs doodgemaak word. Die derde voorspelling waarvan hier sprake is, is die einde van alles. Die dag as Jesus weerkom. Die disciples en Jesus' volgelinge het verwacht dat die wederkomst van Jesus nog in hulle eie tyd sou gebeur. As een mens die rest van hierdie hoofstuk lees, kom je achter dat hulle
die voorspelling van die afbreek van die tempel sommer automatisch aan die wederkomst verbind het. Hulle het gedink dat die afbreek van die tempel moet die finale einde wees. As ons hierdie voorspellings recht wil verstaan, moet ons in acht neem dat hier drie tye in hierdie verhaal betrokken is. Die ene is die tyd toe Jesus hierdie woorde gesê het. Dit was so in die 30's na Christus, tydens Jesus' leven op aarde, net voor sy kruisiging. Die tweede is die tyd toe Lukas hierdie woorde opgeteken het, dit geskryf het, en die eerste lesers dit gelees het. Dit is so in die laat 80 tot 90 na Christus, met andere woorde, so 60 jaar later. Die derde tyd is vandag. Ons lees dit vandag. Kom ons praat oor hierdie drie tye. Jesus het met die voorspellings verwys na die vernietiging van Jerusalem in 70 na Christus. Dit was die gevolg van die eerste Joods-Romeinse oorlog van 66 tot 70 na Christus. Jesus' tweede voorspelling het verwys na die vervolging wat op sy volgelinge gewag het. Hulle is uitgestoot uit die gemeenskap. Die Jode wou nie veel van hulle weet nie, en ook nie die ander volke nie. Lukas het hierdie verhaal opgeteken, nadat die gebeure al plaasgevind het. As hy sy evangelie skryf, dan is die vervolging al 'n geruime tyd aan die gang, en Jerusalem en die tempel al bykans 20 jaar afgebreek. Hy het met ander woorde al nuwer insigte oor wat Jesus hier voorspel het gehad. Hy skryf dan ook sy evangelie, deels as 'n troos vir die christene in hulle swaar kry. Daarom bring hy die element van die wederkoms by. Dit moet die christene troos. 'N beter toekoms wag vir hulle. Ons lees die voorspellings met nog meer insigte as Lukas. Die oorspronklike voorspellings van Jerusalem en die tempelse vernietiging en die leiding van die disippels het nie 'n verskriklike invloed op ons nie. Ons lees hierdie voorspellings met die wete dat het verby is en die wederkoms nog moet plaasvind. Nou die vraag is, hoe moet ons hierdie voorspellings verstaan? Die kernboodskap van hierdie voorspellings lê nie in die voorspellings self nie, maar in die feit dat God die versekering gee dat hy saam met sy kinders op pad is na 'n nuwe toekoms. En hierdie saam op pad wees beteken dat hy elke dag deur die voortgaan van die geskiedenis sou sorg en dat alles eendag op die wederkoms van Jesus sou uitloop. Terwyl die geskiedenis steeds besig is om te ontvou, bewaar en beskerm hy sy kerk. Hy is saam met ons op pad. Dit was die geval met die Jode met wie hy hier gepraat het. Hy het hulle deur die vervolging en leiding bewaar. Hy het hulle deur die val van Jerusalem bewaar. Hy het hulle bewaar op pad na die wederkoms. En al is dit nou meer as 2000 jaar later, het dit nog steeds nie plaasgevind nie. En hy doen dit steeds nog vandag. In hierdie gedeelte gee Jesus opdragte wat gehoorsaam moet word terwyl die geskiedenis ontvou. Die disippels moet dit nakom en ons moet dit steeds nakom. Dit is die dinge wat ons moet doen terwyl die geskiedenis dag vir dag verder ontvou op pad na die wederkoms. Kom ons kyk na hierdie opdragte. Die eerste een is pas op vir vals leraars. In die tyd van leiding en vervolging word die disippels gewaarsku om nie agter allerlei valse leiers aan te loop nie. Jesus waarsku dat daar mense sal kom wat met allerlei beloftes hulle van die waarheid af sal probeer wegrokkel. Hierdie valse leraars sal in die naam van Jesus kom. Met ander woorde, vermom as medevolgelinge. Hierdie waarskuwing geld vandag ook nog vir ons. Ons moet steker maak dat ons steeds by die waarheid bly. Ons moet ons nie op sleeptou laat neem deur allerlei valse waarhede wat verkondig word nie.
Hierdie valse leraars is vandaag nog steeds in die kerk werkzaam, onder die dekmantel van geloof. In die manier waarop ons hulle ontmasker, die manier waarop ons kan vaststaan, is te blij bij die woord van God, die is steeds die waarheid van die woord aan te hang. Die tweede opdracht is om te getuig. Jezus leer sy disciples dat die tijd van verdrukking en vervolging juist die geleentheid zal wees om te getuig. Hulle moet onverskrokken die boodschap van Jezus uitdra. Hy gee zelfs vir hulle die versekering dat hulle nie moet bekommerd wees door wat hulle sê nie. Hy sal vir hulle die woorde en die wysheid gee wat hulle nodig het. Hierdie opdracht moet ons steeds uitvoer. Soos wat die geschiedenis ontplooi op pad naar die wederkomst, moet ons getuig van Jezus en sy waarheid. Met ons leven en met ons woorden moet ons die verlossingsboodskap verkondig. Elke gesprek, elke contact met iemand anders is een geleentheid om die boodskap te leven en te praat. En wat meer is, ook ons kan vandaag nog aanspraak maken op Godse hulp door sy Heilige Geest in ons getuienis. Getuienis is niks anders als ons story. Dit wat ons glo, dit wat met ons gebeur, om die story met ander te deel nie. Getuienis is niet om beter weterig te preek nie. Getuienis is om te vertel. Rebecca Manley Pippert het gesê, die eerste Bijbel wat baie mense sal lees, is jou leven. R.E. Coleman vat het so bietjie verder. Hy sê om te getuig is nie een stokperkie, of een één dag in die week activiteit nie. Dit is een levensstijl. Een mens getuig nie van Christus, wanneer dit jou pas nie. Jy is een getuie. Jy leef jou getuienis, ook wanneer jy glad nie eens daaraan dink nie. Hierdie getuienis taak moet voortgaan, dwars deur goeie en slechte tye, te midde van vervolging en leiding, tussen oorlog en aardbevings. Die derde opdracht wat Jezus gee is om te volhard. Jezus gee die opdracht dat die disciples moet volhard, deur te volhard, sal hulle gered word. Hierdie volharding moet geskied deur die vervolging en leiding, deur die oorlog en aardbewings, deur die val van Jerusalem. Terwyl die geskiedenis ontplooi en voortgaan, moet gelowiges volhard. Dit is ook vandaag ons opdracht. Volhard in die geloof. Wat ook al gebeur, elke dag op pad naar die wederkomst moet ons volhard. En als die dood dalk voor ons kom, voor die wederkomst, dan volhard ons tot met ons dood. Hoe volhard de mens? Deur te blij glo in God. Deur gehoorzaam te blij aan God. Deur saam met God die pad elke dag te stap. Margaret Carty gee praktische raad voor volharding. Wees soos 'n posseel, klou aan een ding, tot jy jou bestemming bereik. Jesus' voorspellings het waar geword, nie soos die kamptige voorspellings, wat ons als mense van tyd tot tyd maak nie. Die voorspelling wat Jesus gemaak het, van die wederkom, sal nog waar word. Ons kan seker wees, dit sal waar wees. Intussen kan ons elke dag saam met God die pad stap op pad naar die toekomst. Ons kan dit doen deur te waak teen valse leraars, deur ons getuienis te leef, deur te volhard. Die lekkerste is dat Jezus beloof dat ons daar die pad nie alleen stap nie. Hy stap die pad saam met ons. Hy bewaar ons. Hy gee die versekering, nie een haar sal van ons kop val nie.
Kom ons praat met die Here. Here, wat een heerlijke voorrecht. Om te weten wat u voorspel wordt waar. En dat ook die voorspelling van een leven saam met u, van een dag wat u weer zal terugkomen, zal waar worden. Dank je dat ons ook weer die voorspelling dat u elke dag saam met ons is, op pad naar die wederkomst, zal ook elke dag waar worden. Dank je dat ons elke dag saam met u daar die pad kan stappen. Dat ons dit kan stap met die wete dat u die enigste waarheid is. Met die wete dat ons leven sin en betekenis het, omdat ons een getuienis het om uit te leef. Met die wete dat ons in die geloof kan volhard. Ons wil dit doen, Here, help ons daarmee. Ons vraag, stel ons in staat om te volhard, om te getuig, om bij die waarheid te blijven. Ons kom als gemeente om vanochtend weer voor onszelf te bid. Ons draai elke lidmaat aan u op. Elkeen waar ons leef, help ons om daar te volhard en te getuig en bij die waarheid te blijven. Ons bid het voor ons als gemeente gezamenlijk. Maak van ons hier een gemeente wat een verschil maakt hier waar ons woon en werk. Ons bid in die bijzonder voor ons aan die bergfeest hier die naweek wat komt. Wil die Heere gee dat ons kermis een heerlijke saamkuier sal wees. Dat als ons zondag saam nachtmaal vier na uw woord luister, dat voor ons een geestelike feest sal wees. Ons bid ook voor ons dankfeest. Ons draai al ons finansies aan u op. Wil die Heere steeds voor ons zorg, steeds in al die behoeftes voorzien. Ons wil vanochtend weer vir lidmate kom bid wat ziek is, wat gebuk gaan onder problemen. Ons wil bid dat hulle in die besonder bewus sal wees van die liefde en die genade. Ons bid vir allemaal van ons, met wie het goed gaan. Dank u voor die genade. Ons eer u, want u Heere is ons God. Help ons om in u koninkrijk voluit vir u te leef. Amen. Baie dank u voor die saamkuier vanochtend. Ons sien uit naar die naweek wat kom, dan kuier ons saam op die kermis. Ek spreek graag die seën van die Here uit, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Geest. Bly met julle elkeen. Amen.